De boekenweek is gestart. Nu schrijven Nederland even een weekendje heeft kunnen bijkomen van dat boekenbal, kan de boekenweek vanochtend dan toch echt beginnen. Met een bijzonder boekenweekgedicht, geschreven door dichter Tseert Breunja. Een primeur, dit gedicht is namelijk in het Fries. En alsof dat nog niet mooi genoeg is, vertaalt Breunja het dagelijks in twee andere talen of dialecten. Zo kunt u het al lezen in het Japans of Koerdisch, maar ook in het Limburgs of Twents. Dat is dan weer mooi voor de gasten hier aan tafel. De maker van het gedicht is er uit uiteraard trots op dat zijn gedicht is uitgekozen. En hij draagt hem op een bijzondere manier voor. Waarom wil je met ontbloot bovenlichaam het gedicht voordragen? Ja, omdat het gedicht gaat over bloot zijn. En op een nieuwe manier bloot zijn met je nieuwe geliefde. Dus dat leek me wel toepasselijk. En het is nu ook vertaald in heel veel streektalen. Ja, mijn doel is om de diversiteit weer te geven van de talen. En dat is een grote rijkdom die we hebben. Nee, ik ben ik, maar die is ik een oor die ik beschenk in. Wat vind je daar zo mooi aan dan? Ja, in elke taal kun je dingen net weer anders zeggen. Dus in het Fries zeg je bijvoorbeeld als een kind gaat slapen, lekker koesen. Van couché, van het Frans. En dat heb je in het Nederlands niet. Met jou is ik een ander die je kan bezien. Ja. U reageerde heel enthousiast dat het ook in het Limburg vertaald wordt. Ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Hoe zeg je lekker slapen in het Limburg, zeg een kind? Ik hoor lekker slapen. Oh, in Twents ook, lekker slapen. Ja. Geef maar lekker slapen. Ja. Ja. Dat klinkt dan eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, bij de grenstalen. Hè. Dus, dan kun je afvragen of het zoveel zin heeft dan als je verschillende streektalen hetzelfde klinkt. Nou ja, dat betekent in ieder geval dat als je dat samen doet, dan kunnen Limburgers en Tukkers ook nog met elkaar.